Welkom in de beurs van Berlage. Welkom bij Digital Marketing Live. Een dag lang interviews vanaf dit evenement. De gast is nu Pascal van Dam van Tony Chocolone. Van Ham. Hallo, hi. Van die overheerlijke repen, waarvan ik altijd wel vind dat het een beetje onhandig gevormd is. Maar dat is meer mijn persoonlijke afwijking. Maar heerlijk is hij. Jij was de openingsspreker vandaag. Jouw thema is stop met traditionele marketing. Het gaat om het verhaal dat je vertelt. Eerst even bij die traditionele marketing. Wat is daar mis mee? Ik wil eigenlijk eerst heel even Neem jij de lead. Ook goed. Wat wou je eerst? Ja, we hebben een verhaal te vertellen. En wij zijn niet zomaar een bedrijf, maar we zijn een bedrijf wat opgericht is om een verhaal te vertellen. Dus daar start ook zeg maar onze marketing. En ik vind het leuk dat je ook zegt van die onhandige blokjes. Omdat dat dus ook zeg maar heel erg verbonden is met het verhaal wat we vertellen. Dus wij proberen zeg maar op alle mogelijke touchpoints, zoals je dat dan zo mooi zegt. Het verhaal van Tony's, waarom wij zijn begonnen, waarom wij zijn gestart om de industrie te veranderen en chocolade 100% slaafvrij te maken, om dat te vertellen. En omdat we een sociaal bedrijf zijn, willen we dat ook gewoon doen om zo slim mogelijk met ons budget om te gaan. En daarom gaan we niet met traditionele marketingmiddelen heel veel geld uitgeven om op televisie reclamefilmpjes te maken. Ja, je zei dus eigenlijk in die zin inderdaad een heel bijzonder bedrijf, hè? Want je zegt eigenlijk de chocola is het middel. Ja. En niet het doel. Ja. Dus dat is heel. Daar zijn niet veel andere voorbeelden van, denk ik. Ja. En dan ook nog eens een keer een heel goed middel wat mensen lekker en de moeite waard vinden. Vertel daar even over. Want je zegt het gaat ons om het verhaal. Maar hoe brengen jullie het verhaal wat je wil vertellen over die faire productie, et cetera? Hoe breng je dat verhaal verder? Hoe breng je dat bij de mensen? Ja, voor ons is het heel belangrijk dat we vertellen eerst eigenlijk wat het probleem is. En dat de keten van chocolade, dus in de cacao-industrie, dat heel ongelijk verdeeld is. En daar begint het mee. Dus daarom hebben we onze reep ongelijk verdeeld. Vervolgens schrijven we ook zeg maar, op iedere vierkante centimeter van onze reep. Dus ook op de verpakking, de achterkant, vertellen we niet alleen maar, zeg maar hoe lekker onze chocolade smaakt. Zoals reguliere chocolademakers dat zouden doen. Maar vertellen we ook waarom we er zijn. Dat staat hier ook mooi opgeschreven. Maar wat we ook doen is, als je de reep openmaakt, dan zie je zeg maar, dat we aan de binnenkant ook onze centimeters pakken. En dat is eigenlijk. Ik weet niet of ik het kan of het in beeld krijgen hoor. Maar ik zal het in ieder geval even ophouden. Zodat de volgende keer dat iedereen die reep lees de binnenkant. Dat hij die binnenkant maar even en leest. En zo proberen we zeg maar met iedere hap chocolade die je neemt een stukje van het verhaal van Tony's mee te geven. En dat doen we dus. Dat begint bij de chocolade zelf. Maar we doen dat ook op online kanalen. En op social is daarin een heel belangrijk voorbeeld voor ons. Willen we mensen betrekken bij wat we doen, waarom we het doen en ze eigenlijk onderdeel maken van onze missie. Ja. Hoe betrek je mensen behalve ze het verhaal te vertellen? Hoe activeer je ze? Wat doen ze met jullie merk? Hoe voelen ze zich verbonden? Ja, we hebben natuurlijk onze social kanalen waar mensen ons volgen. En zo zijn we dan ook echt met elkaar in gesprek en interacteren we. Maar we zeggen ook overal, als je een vraag hebt, bel ons op. Bel de chocofoon. Kom langs. Dus we stellen ons heel erg open. En wat we zien is dat mensen daar dus ook heel erg gebruik van maken. Dus bij ons rinkelt de chocofoon de gehele dag. Echt waar? Iedereen op kantoor neemt hem op. Dat is niet alleen maar zeg maar de consumentenservice, zoals je dat dan zeg maar in de traditionele wereld zou noemen. Maar alle medewerkers van Team Tony's zijn in contact met onze consumenten. En daarin zien we dat mensen heel graag, als ze eenmaal dat verhaal weten, iets voor ons willen doen, mee willen doen. En wij proberen dat, die energie te mobiliseren. Jullie doen dit ruim 10 jaar? Ja, 10 jaar nu. Wat hebben jullie bereikt? Als je doel is, hè? Je hebt een missie, dus na 10 jaar kun je ook wel zeggen wat je bereikt hebt. Ja. Wat is dat? Ja, om onze missie te bereiken hebben we zeg maar in dat hele complexe probleem hebben we geprobeerd dat we daar niet in verdwalen en gebruiken we onze routekaart op weg naar slaafvrije chocolade. En die bestaat uit 3 stappen. Tony's maakt bewust,
Stap 1. Stap 2. Tonies geeft het voorbeeld. Met de eigen keten, hoe kunnen wij dat organiseren op een manier zonder slavernij en uitbuiting. En de derde pijler is goed voorbeeld doet volgen. Uiteindelijk zal de industrie mee moeten om ons doel te bereiken. Ik denk dat we na 10 jaar op die eerste pijler hele grote stappen hebben gemaakt. Veel mensen zijn bewust van het probleem. Fair trade. Toen wij starten was er nog geen chocolade fair trade in de supermarkt. Nu is er veel meer fair trade chocolade dan conventionele chocolade. En ook de chocolademakers zelf zien dat zij stappen moeten nemen, moeten certificeren, duurzame en sociale programma's moeten starten. Op goed voorbeeld doet volgen zijn we dit jaar, is dit een heel spannend jaar voor ons. Omdat wij het model wat wij voor ogen hebben, wat schaalbaar is ook voor de industrie om te volgen, dat hebben we nu rond. En waarbij nu alle cacaobonen voor zowel cacaomassa als cacaoboter. En ik zie je kijken, dat is best ingewikkeld. Ja. Dus chocolade maken is niet een 1-2'tje. Maar alle bonen die om onze reep gaan. Daar, eind van dit jaar kunnen we daarvan zeggen dat we exact weten waar die vandaan komen. Ja, en dan komen we bij pijler 3. We staan aan de vooravond van iets groots. Dus wij willen nu, zeg maar, nu wij het model voor een slaafvrije oogst, zo noemen we dat, hebben neergezet, willen we iedereen gaan mobiliseren om nu met ons mee te doen. En daarom staat op de wikkel ook, samen maken we chocolade 100% slaafvrij. Want één ding weten we zeker, in ons eentje gaan we natuurlijk die industrie niet veranderen. Dat moeten we allemaal samen doen. Want hoe groot is die industrie? Ik heb daar totaal geen beeld bij. Wat met name interessant is die industrie is heel groot. Maar wat interessant is dat zeg maar, de macht in de industrie, dat die bij maar een handvol grote chocolademakers zit. Ja. En wat heel belangrijk is, als die helemaal gaan bewegen, dan gaat er ook echt iets veranderen. Wij noemen dat de chocoladegiganten. En die proberen we ook te activeren. Is jullie, ik snap dat jullie missie groot genoeg is om zelf zeg maar, al je tijd en energie in te stoppen. Maar zie je wat jullie doen ook als een model wat voor andere terreinen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk andere, ik noem maar wat, kleding wellicht. Er zijn natuurlijk veel terreinen waar het oneerlijk verdeeld is als je kijkt naar wie wat doet en wie wat aan verdient. Is het dus, zeg maar, een te open source model? Het gedachtegoed zeker. Hè? Dus dat je weer teruggaat, zeg maar, dat geld verdienen en winst maken een middel is en geen doel op zich. En dat er heel veel industrieën zijn waarin de keten niet gelijk verdeeld is. En waarbij er een systeemverandering zou moeten plaatsvinden om het eerlijker te maken. De kennis die wij in 10 jaar hebben opgedaan is natuurlijk wel heel specifiek voor de cacao-industrie. Ja. Dus het model voor de slaafvrije oogst, dat kan je niet zeg maar op de katoen leggen. Maar er zitten wel basiselementen in en die gelden ook in die industrieën. Dus wat wij heel belangrijk vinden is, haal de anonimiteit uit de keten. Weet met wie je zaken doet. Maak je grondstoffen traceerbaar. Want dan, als je weet waar het vandaan komt, kan je ook niet je kop in het zand steken voor de problemen die er dan daar plaats, daar plaats hebben. Als je een bedrijf hebt met zo'n duidelijke missie, moeten jullie je best doen om het product niet te vergeten? Want als die reep niet lekker is, dan kopen we hem niet. Hoe zit dat bij jullie in elkaar? Ja, dat zit zo in onze genen. Wij zeggen altijd, we zijn crazy about chocolate en serious about people. En dat zijn dus ook echt gewoon de twee pijlers waar het bedrijf op vaart. Dus de lekkerste, we geloven dat we onze missie alleen maar kunnen bereiken als we het op een manier doen waarin onze chocolade ook echt ontzettend lekker is. Waar het water je van in de mond loopt, waar je vrolijk van wordt, waarbij je op een hoopvolle manier, met een knipoog, met ook wat humor, het verhaal over de bühne krijgt. En ik denk wel dat we hebben laten zien dat werkt. Hè? Dus op het moment dat we alleen maar praten over het serieuze stuk en vertellen hoe heftig het is, dan haken mensen op een gegeven moment jammer genoeg toch af. En ik denk die balans, doordat we die beide pijlers heel belangrijk vinden, die maakt het succes.
Tot slot, om een beeld te krijgen van hoe groot Tony's Chocolonely is. Hoeveel repen verkopen jullie? Vorig jaar hebben wij 14 miljoen repen verkocht. Wow. Waarvan het grootste gedeelte bijna alles in Nederland. Maar eind vorig jaar zijn we ook in Amerika gestart. Dus dat is heel erg spannend. We zijn recent nu ook in Zweden verkrijgbaar. We zijn in België verkrijgbaar. Dus ja, Tony's gaat langzaamaan ook de wereld over. Ja, hartstikke mooi. Hey, heel veel succes verder en dank je wel. Ja, dank je wel. De hele dag zenden we uit vanaf Digital Marketing Live. Een stuk of 15 interviews staan er gepland met sprekers hier, met gasten hier. Als je live kijkt, blijf dus kijken. Kijk je on demand, dan weet je dat je al die interviews ook kunt terugzien op fastmovingtargets.nl, op YouTube, op e-mers en op tal van andere plekken. Tot straks. Dankjewel, leuk. Leuk.